Ik ben Darius Hedepoer. Ik ben de oprichter van VRSpace, een modern innovatielab hier in de chocoladefabriek. VRSpace ontwikkelt digitale concepten en interactieve installaties. En dat doen we met behulp van virtual reality techniek, maar ook touchschermen en lichaamsdetectiesystemen. We kunnen zeg maar met deze ruimte ons meer gaan richten op het ontwikkelen van die applicaties. Dus we hebben hier een team met ontwikkelaars die zich dagelijks bezig gaat houden met allerlei vraagstukken. En dat kan zijn bijvoorbeeld toepassing voor digitale ongeletterdheid, maar ook om de jeugd enthousiast te maken voor techniek en technologie. Nou, we zitten hier met een aantal leuke partners en er zijn al samenwerksverbanden uit voortgekomen. Dus we hebben al projecten met Libertum gedaan. En een nieuw project dat we nu gedaan hebben is met, met de Bibliotheek Gouda en het Streekarchief. Dat zie je, is de installatie die je naast me ziet. En dat is een beleving waarbij je Gouda in 1900 kan zien en Gouda zoals het nu is. En dat gegoten in een virtual reality jasje. En dat was heel erg goed verlopen.